Okay. At the roundabout, take the boom, first boom. Exit. Oh! My club has changed. Why did it change? Fuck. Happened. Yeah, what is my clan tag next to my name? It's an old clan tag, but I thought I did. Yeah, it's gone. LMGD, yeah. Roster, am I in it? Owner, Lazy Mouse GD, boring Britain, yeah. Okay, perfect. Oh well. Nothing to do about it. Completed this one. Co-op championship available. In 200 meters, turn left. Turn left. Yeah, I did. Pretty cool to do. I'm gonna get that. Ah, oh, that's the board I can't get, right. Recalculating route. In 200 meters, turn right. Oh wow, that's lucky. Turn around when it is safe to do so. Gonna get a quick board.
Nailed it. Turn around when it is safe. Almost 50% of all fast travel boards I found. So. Wow. Need to play a lot more. At the roundabout, take the first exit. Gonna check the stream, which almost there. That was me. But I don't know where my mouse is. What do you think of the car? Okay, we gotta find a team apparently. 50 seconds until it starts. We have to race against skilled drive avatars and then we'll win. Gonna check the stream again on my phone. Because it was a bit lagging. Seems all fine now on my phone. So, 1 second.
It disappeared! Okay, we're gonna do something else. I'm not gonna wait another five minutes. Seasonal championship. You need to do that one? I still need to win it. Wow, come. Go playing around. No time to play around, boy! Turn around when it is safe to do so. And I can't get that board. Okay, cool. I need to jump off the road, but not gonna do it now. There's another one there. Oh, and it's again on top of something. Not gonna do it now then. Oh, and I'm on my roof. Okay, great start. Okay. Not the gauntlets. There's another one to the right. And I need to explore some roads here. Nah, I'm gonna do that another time, fuck it. Recalculating route. I really don't know why my club tag has changed. Really don't get it. In 400 meters, you will arrive at your destination. But that club doesn't exist anymore. It has the same name as the other one, LM Gaming Division. But should I quit club, maybe? I'm gonna do that. There was an error communication with the server. Please try again. I can't disband that one. Oh well. Doesn't mind. Oh, I have a wheel spin. Let's see that. Come on, give me something good. Okay, Series 3 Land Rover. I'll take it. Okay, on my way. Almost there, 200 meters. Okay. So, what kind of car do you want? Yeah, it needs to be off-road, but S1, A... I'm gonna do a 800. I can take my Land Rover then. My Range Rover, sorry. It's a cool one. Oh. And take mine.
If anyone is watching that wants to react on how the stream is, the fluent, is the sound good, please tell me. Then I can change it up if it's not good. Oh yeah! All three the same Range Rover? Apparently so. Yeah, indeed. From the winter. You can tune it so good. Little spoiler on top. I don't know how it drives, it's the first time I'm racing it, so. Yeah, it drives pretty good. And I gotta shut up. Yeah. I really gotta drive with the controller, but the steering wheel is so much fun. I should drive with the controller, seriously. And I missed the checkpoint. Yep, I missed it. Come on, respawn me. Come on! Well, the day before yesterday I was playing with the control the whole time, so maybe it's just getting used to it again. Yes! I can catch you! It's still a long race, so I still have a chance. I see you! Stupid golf cart! Damn! Come on, we can do this. To the other side, to the other side, come on. Come on, crash one more time, I dare you. Oh yeah, underneath the tower, right. And I hit one pole of it. He didn't do anything wrong. That's great!
Okay. Dumping. And I crash. Of course. Okay, let's go. Damn. Your concentration. Can I finish it this time? Go on! Yes, I did it this time. Yes! I always knew you had it in you. The Titan is down and we have a new cross-country champion. That was some fine racing out there. Well done, you earned it. Great value for the race. Yeah, level 108, cool. Almost 109. The wheel spin. In a break, I'm gonna restart my game really quickly to see if the tag of the club changes. Hey, Lacey. Congratulations on finish. Did I now finish it? No, I didn't. Nope. Because I didn't win. I finished, but I didn't win. I need to win. Oh shit, I need to... Convoy. There. Oh, you're not in it, right? Okay, Lacey. Yeah, take your time. Problem. I like the winter. Really like it. Yeah, I don't feel it, so no problem. I love the driving style. I'm waiting for you guys. I'm so happy. I
gonna have a look at my Horizon Live. It always resets me every day again. You need to get 7 million skill score points and it resets me every day. Do you really need to get it in one day then? Because that's a lot for one day. Are you online again, or to join me, or pretty strange. Let's go! Come on! I want it. Yeah, there it is. In between the. Can I? Yes, I can. Yes, we can! Fast travel board again. And a few roads. Yeah, now it's really taking long. I'm gonna restart my game. I think something is really wrong with the connection of me. I will set it to be right back. Stream, so. But I'm not leaving. Exit desktop so everybody on the stream can follow what I'm doing. Otherwise they think we're on a break or something, so they don't want that. And when it returns to full screen, I'll step in. Voila. Okay, hopefully it's good now. Also with the club. Yeah, you guys can't join. My club isn't correct. It's really something. And we lost two viewers. I don't know if it's because of Be Right Back, but. Yeah, because he's the. Yeah. Welcome back, Lucy. Yeah. Yeah, that's it. That's it. For sure. Is my name correct now? No, it isn't. Why is my club tag wrong? Should I leave the club and then rejoin the club? And that you guys make me leader again or something? Yeah, you can, you can. Gonna do it real quickly, I'm gonna give it to you, Secret. Rust.
Okay, I'll give it on Timmy Boy, okay, no problem. Can I swap it? I can't swap it. Oh, shoot. Members and admins, here we go. Actions, promote to admin. Now you're leader normally. Oh no. I can't even leave the club. Transfer ownership, here it is. Okay, transfer ownership. Then I can leave normally. Yeah, roster. And then owner secret, yes. Voila. Now how do I leave guild? Leave this club, yeah. Okay, I'm gonna put it for a sec on Be Right Back. And I'm gonna leave this game again. Yes. You send me an invite for the club. Oh, I can request you. Your request has been sent. Okay, now you should be able to make me leader again. You must leave another club before joining a new one. Serious? And I'm not in another club. I'm not in another club, so how can I be? It says I'm in. Well, I'm not in. I really don't get it. Fuck it. I'll send a mail to, I don't know where to send it. Oh, my Xbox app, it works perfectly. Oh well. Yeah, because the other one, the one I'm in, apparently, it doesn't exist anymore. I deleted it before I made this one. That really sucks. I'll send the ticket over tomorrow. Welcome back, Lacey. Okay. No, I'm still in the other one. Cool. So. Send you an invite to the game. Racing series.
400 meters. Turn left. Let the fun start instead of the irritation about the club. 200 meters. And for the time being, Jigrat, you're the leader, so. You have arrived at your destination. Yeah. Enjoy it. Hope so. And I can't start the race. And I can't talk to you over the Xbox app, so it's not a connection issue. Why is there a one next to club tag? You must leave another club before joining a new one. Just hope I'm going online soon. I can't do anything either. Yeah. I'm online now. You should be joining. Dear Lord, it's taking a long time tonight. Yeah, you're in. You got them all? Yeah, sure, it's an A. I wanted to try. Like I said, it's always something on this stream, always something. Let's go. It's a bit difficult to drive this one. You have to brake really early with this car.
And if you don't believe me, just don't do it. I'll win then. Come on, guys. That's cheating. Okay. Oh shit. It's a really difficult car to drive. Et voilà. Won the first race in a long time. Yeah, and it's probably you. Yeah, the only viewer is you. Doesn't matter, as long as we're having fun. Go off a lie, Alec Bell. 400 meters. Turn left. Echt niet van die. Turn left. Ja, en ik weet dat ik er twee had. Ik had er één gemaakt in Forza Horizon 3. Maar ik had dan de kans om er nog één te maken, blijkbaar, want dat zijn gelukt. En waarschijnlijk is dat daardoor nu ontfreken, hè. Oh. Weer ontladen. Thank you.
I really think they have another problem with the servers. Ah, you're in. Ik heb toch ik. En ik ben zogezegd clanleader ervan, wat dat klopt. En een G-Crit is nu clanleader van een. Ik zal vragen hoe dat mogelijk is, bijvoorbeeld. Countering. Bijvoorbeeld. Of zo, hè. En voor de. Dat ze mij eigenlijk even verwijderen van alle club. Doubted all that I could do, knowing what I need to do. All I can say, the word is thank you. Think is what you need to move. Away from the shore, amongst the waves. Exactly where I wanna be. I am where I wanna be. Remember the start, remember the start. When my future needed clarity. Yes,
ticket is verstuurd. Hopelijk reageren ze snel op. Ja, dat is echt wel rete irritant. Ja. Do not get used to it. Can try. I can't make a new one. I'm still in the old one that I can't leave because it doesn't exist anymore. Oh nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Ik kan een 800 pakken. Ja. Weet je, ik kan iets, hè. Ik kan een Twitch service op Nederland zetten. Kan ik dat nu nog even doen, denk ik? Snel eens. Engels. Nederlands informatie updaten. Hey, ja, het is aangepast. Ja, maar dat is goed, want ik heb hem gewoon terug op Nederlands gezet, dus dan hebben die van YouTube even pech. We gaan eerst ons publiek opbouwen in het Nederlands. En als die vaste kijkers altijd komen, dan gaan we wel Engels beginnen klappen. Fuck it. En het staat in een titel dat we ook Engels praten. Dus als ze echt praters zijn, dan beginnen die wel in het Engels, hè, in de chat. Oh my fuck. Oké. Okay. Ik moet echt eens stoppen met die dingen te pakken. Dat race. Dat spel is eigenlijk echt niet gemaakt voor een race. Maar nou dat je de controle verliest, hè. Amai. Ja, en het lukt wel, maar je verliest er zoveel tijd mee. Je moet praktisch stilstaan om dan terug de controle te krijgen. Ik denk dat dat ook wel te maken heeft met je winters, hè. Oh, gewoon het volgende seizoen al.
Alle chance heb ik u dan nog leadership kunnen geven. Ja, want eigenlijk waren we leaderless, hè, want ik stap niet meer in de club, hè. Wacht echt. Er is echt iets mis. Is hem goed? Nog eens even mijn ticket aanpassen. Bijgezet, possible. Bye, Dennis. No. Alright, come on, a night join us, huh? Nee, ik kreeg het Engels terug vorige keer. Probleem. Ah, dat is zo problematisch. Hey, maar er is echt weer iets mis mee. Is dat in orde of van? Nee. Echt weer. Mij zijn er gewoon weer serverproblemen. Maar is dat alleen als ik erbij ben of weet ik al dat alleen ook? Ja, schallen met tweeën. Ik ben terug online. Dus normaal gezien. Ja. Ik kan nu Leave Convoy doen, dus normaal gezien zou er elk moment bij komen. Voilà. Ze zijn nu ontladen bij mij. Ah ja, ik ging met de controller spelen. Ik ben echt kotsbeu met het stuur. En ik ben al terug weggeslipt. Ik kan het gewoon niet proberen met de controller. Hij kan voor.
In die kaart ga ik zo'n Elgato kopen, joh. Voor mijn PlayStation aan te sluiten. Voor een PC. Dan krijg ik dat beeld van mijn PlayStation op mijn PC. Ik denk dat ik al weet wat dat is, hè, met stuur. Mijn tractiecontrole staat af. En dat denk ik niet gewoon met dat stuur. Ja, ik moet echt die tractiecontrole terug opzetten, ik vind dat echt gewoon. Kut, ik ben vlak achter alles, hè. Die een fout en ik zin er. Oh my. Allee, om. Oh, het ligt toch aan het basis, hè? Niet aan de auto. Oh, ja, niet aan de manier waarop dat... Allee, zeg. Terug dat... Ja. Nee, echt. Fuck this. Die zegt altijd iets. Ja, ja, en hier ga ik weer. Echt waar. Allee, zeg, ik verlies hier echt om de 5 botten controle. Ik vind het echt kotsbeunt worden, hè. Come on. Ja, gewoon terug tractiecontrole op en ik weet zelfs niet waarom ik dat ooit heb afgezet. Ah, en nog 10 seconden, haal ik het of niet? Het is een pauze, jong, want ik heb het nodig. Fuck this. Ja, inderdaad.
Oké, even pauze. Direct terug. We'll be right back.
Okay. Huh? Oh, PlayStation. PlayStation. Ik hoop dat ik tegen dan mijn belastingen heb en dan kan ik die auto kopen. Alles werkt perfect. Doe maar rustig, man. Ik kan toch voor mijn racestuur stability control opzetten, want anders valt hij echt niet te houden, die auto. En Goa zit er al bij ondertussen zelf, zeg. Oh, mag dat mee? Dat gaat terug werken, of wat? Echt, we hebben toch altijd wel iets voor met deze spel. Ja, ik heb er altijd iets mee voor. Bij Ollo werkt dat perfect. Bij Ollo ook, of wat? Ja, soms is dat hier ook maar een paar seconden. Vorige keer was dat toch ook? Maar een paar seconden of zo. Ja. Waar is die race? Daar. Ah, oh, dat is hier een Titan terug. Oké, dan gaat hij mij eens moeten laten winnen. En ik ga die ook met de controller doen. Ik kies kan winnen, want... Ah, is hij nog niet terug? Ah ja. Ah, maar dat is ook achtertractie, die auto. Waarmee dat je zo moeilijk doet. Moeilijk. Ik dacht dat ik die vierwiel had gemaakt. En hij is op Facebook posten onder mijn eigen naam, dat we aan het livestreamen zijn. Ik kan wat taggen, taggen. Ja, dat ik die heb, hè. Klasse. Goed, dan gaan we dat hier starten. Ja, en dat is de visie vanaf nu, jong. Gewoon ons amuseren, in het Nederlands streamen en... een beetje een volg. Een kleine Nederlandse community misschien starten. En wanneer dat we wat volgers hebben en vaste kijkers, dan beginnen we in het Engels. Zo, maar wat gaan we racen, hè? Moet toch een graaf bakje zijn dat ik heb gemaakt?
Die Range Rover was eigenlijk wel goed, hè? Nee, ik kan het principe met mijn race stuur doen. Puur het principe. Ik zou een keer moeten winnen, ja. Mag dat mee. Maar wel sportief blijven. Wel sportief blijven. Maar nou is er niemand aan het kijken, dus nu kan ik dat nog zeggen, maar... Probeert zo wat subtiel te crashen, doet alsof van, oh fuck! Oh, het was spannend. Allee, je hebt een B gepakt, allee. Ja, maar ik ben zo goed, mannen. Ik ben te goed voor rollen. Te goed. Ik ben veel te sterk voor rollen. Dat is ook altijd een goede excuus. Nou. Maar puur het principe toch met dat stuur. Dat is toch wel iets. Ah, die had die summer ook nog niet gedaan, of wat? Niet doen! Super subtiel. Ja, ja, ja. Kan ik deze keer niet hebben, ze. Ja, dat is wel bekend, hè? Ook al zei ik dat. Oh nee, ik heb het weer. Inactivity detected. Ah, het is weg, het is weg. Ja. Ja, maar ik heb niks moeten doen, hè. Detecteerde het ineens. Maar dat is super raar, mijn stuur blijft werken en toch zegt hij dat ineens. Nee, want bij andere dingen heb ik dat niet. Bij andere games heb ik dat niet. Awesome. Come on. Ik ben eigenlijk nog niet zo slecht bezig ze, tegenover vorige keer. Ik ben nu goed aan... Ik ben nu echt goed aan het bijhouden van mijn eigen ze. Ah, oké. Okay. Kijk.
got maybe a Spiegel off soon. Echt? Van 5 seconden achter nog altijd, zie. Maar de jury, dat willen we niet weten, waar staat hij achter. Ik zou hier van die bergjes crashen als ik hier was. Kom maar 8 secondes, hè. Ja, ik ben er zelf tegen gereden. Maar niet hard, hè. Oh, dat was een jump. Ik denk er al gezet er bekennen. Ja, maar na, ik zat echt wel in een gat ondertussen. Oh my! Ja, ik ben echt nog hard gecrashed. Ik ben er achteruit over gereden. Timmy, ik heb een Timmy admin gemaakt van de groep en hij heeft hier ook zo'n vlaggeskin even zijn naam, maar zonder ster erin. Hij gaat nog geen vlaggeskin. Wel? Ja? Ja. Van, ja, maar omdat ik iedereen admin heb gemaakt. Oké. Oh. Een petje gekregen. Welk huis? 5 miljoen op, hè? Wat koopt dan dat huis dat je er overal kunt fast travelen, hè? Niet het VIP-huis, hè? Ik ga liefst volgende race opzetten. Heb ik nou op de deze? Heb ik hem naar goud? Ja, nou heb ik hem goud, hè. Ah, hier, je moet maar 2 miljoen hebben voor dat huis. Instantly travel to any road on the map. Check. En dan ga ik even daar naartoe rijden. Daar even naartoe rijden tegen dan zet ik al door en dan weten we dat de huis is. Oh, dat ga ik kopen, zeg. Ik wil kunnen fast travelen. Ik heb zoiets een Forzaton gemist omdat ik er nog niet was. Ik was 11 kilometer verder. Maar ik ken ook meestal niets, hè. Omdat dat rondrijden echt wel een groot deel van het spel is, maar... Het is altijd wel gemakkelijk.
Ja, maar bijvoorbeeld ook zo die 4 races met die seizoensgebonden races dat je moet doen. Dan zou ik wel willen dat ik altijd kan fast travelen direct naar die volgende race, want... Of als ik zoiets weinig tijd heb en ik moet elke keer 5 minuten rijden naar de volgende race. Hopla, en tegen een muur gereden. Prachtig. Altijd plezant. Prisma maar. Wat? Binnen 5 miljoen, wat? Ja. Ah, echt? Ah, dus jij hebt voor niks ervoor gespaard. En dan kun je dat van ons hier al komen kopen, hè? Qua 10.000. Ja, ja, inderdaad. Silver top hat en my 10 super wheel spins voor deze haas. Maar dat is zijn geld ook wel waard dan. Ha, los! Dan gaan we die ineens alle 10 doen, jongen. Kun je haas het praktisch mee terugbetalen als je dat goed. Als je er wat chance mee hebt. Oh, ik kan dat wel als mijn vast huis zetten, want dat is wel een graaf huisje. Alle. Ja, maar ik kan eerst die 10 superwheels. Hopla, al 400.000 gekregen. 400.000 van een eerste superwheel spins, hè. McLaren 720, 20.000 en een Porsche Macan. Hopla, we zijn bezig, hè. Een Megane, een petje en een handschoen. 175.000, een Dodge Charger en Polkadot schoenen. Ja, dat boeit nou wel. De Forza Edition BMW M6 en 200.000. Ik heb al 1 miljoen terugverdiend. Ik zit hier auto's ontkrijgen, niet gewoon. Nog eens 165.000 en Halo Team als hoorn. Nice. Unlock 100 clothing items for your character. Nice. En dan de laatste nog. Ik heb al terug 1.150.000. En dan nog een auto, een mutsje en nog een hoorn. Oké. Ik heb maar 850.000 betaald voor de huis. Kunnen we niet over klagen. Ja, die ga ik wel even selecteren, die BMW. Maar in een SE900, perfect getuned, zeg. Echt? Ook nog eens. Gewoon gratis en voor niks, zeg. Een bodykit.
Oh, what the fuck? Je zegt dat hem er een bodykit gaat opzetten, maar je ziet er niks aan veranderen. Ja, voor die BMW. Nog eens een andere auto pakken dat ik juist heb gekregen. Een Ascari. Nooit van gehoord. Ah, die dingen die Megane, die Renault Megane, die wil ik wel eens hebben. Renault. En ook altijd wel graven kerkjes. Welk? Ja? Ah ja, meneer, al die bonussen zijn altijd actief, hè? Ah, wel ja, maar... Dat is wel dom. Ja en nee. Maar eigenlijk, waarom rijd ik daarna speciaal in? Ik kan gewoon fast travelen vanaf nu. Hè? Oh. Fuck it. Fuck, je zegt niet ja, voilà, free with VIP. Ah, my zeg. Nog eens vijf. Jealous of that view. You leave the paperwork to me anyway. Congratulations. Dus als ik nu hier ja op druk, kan ik kijken. Nee, ik kan nog altijd overal naar fast travelen. Ja, nog altijd. Ja, maar ik zit er mee in. Nee, ik zit er mee in. Wat heb je gepakt? 400 meters. Turn left. Oh, ik heb maar een aze. Er is nog veel ge... Ah, oh, je hebt hier een truc gekregen van uw wheelspin of wat?
Ja, ik ook. Meer een rally ook. Maar het is wel goed dat ik niet kan fast travelen naar overal. Ja, die fort van u is ook goed, hè? Jury? Dat die fort van u ook goed is. Ja, dat is een fort waar ik ga mee raad, hè? Dat is die Ford RS 2000, hè? Fuck, ik heb die dingen gemist. Maar die rijdt wel vlotjes. Maar we zijn daar weer met weinig aan het doen. Denk er aan, met die dubbele punten, je gaat dat niet zien, hè. Je krijgt nog altijd op je scherm 30, maar als je het gaat checken in je dingen, in je Forzaton, dan gaat er wel 60 hebben bijgekregen. Maar als we deze completen, dan gaat er nog altijd zien van 30 Forza points earned. Driften of wat? Maar dat gaan we toch niet halen, denk ik. Allee, failed zich. Ik ga even met de controller deze doen. En een andere auto misschien ook. Je Formula Drifties pakken ze. Hey. We hoeven allemaal niet zomaar te kiezen, hè. Ja, die driftauto doet het al allemaal praktisch automatisch. Dat gaat wel met die driftauto's, hè. Allee, maar ik ga altijd van de baan, waardoor ik geen punten krijg. Ja, en omdat ik niet door dat vlaggetje ben gegaan, is het failed. Ah, echt. Eenendertigduizendste.
safe to do so. En even mijn settings terug veranderen. Traction control afzetten en zo. Maar de eerste bocht al 17.000 punten, zeg. Ja, pas op. Na zit ik al op 29.000, hè. 32, 33, 37. Maar we moeten nog veel doen, ze mannen. We zitten nog maar in een elf, nog 5 minuten en nog een challenge, hè. Best al jumpjes, hè. Veertigduizend erbij. Allee, come on. Dus op, je krijgt eigenlijk per challenge dat je complete 10 punten gewoon, hè. ...47.000 punten erbij. Deze gaan we sowieso nog halen. Even met een snelle auto terugpakken. Hier even mijn Viper even pakken. Turn around when it is safe to do so. Oh, maar we hebben nog maar 3 minuten, hè? We hebben nog maar 3 minuten, hè. Oké. Okay. Denk ik daarna ook nog fast travelen, of niet? Ja. Dat gaat ook. Oké, okay, check. Kan ik veel tijd besparen wel in die... Maar echt serieus of wat? Ik crash keihard voor die jump, zeg. Moet ik dat toch met mijn truc beginnen doen of wat? Ja, dat halen we nooit, nee, jongen. Ja, zie, ik crash altijd voor die jump.
Oh my yes. Belachelijkse. Allee, nog een minuut en we moeten het hebben gehaald. Ah, voilà. Die 175 meter, maar zeg. Ik ga gewoon altijd fast travelen, jongen, dat kost. Nee, we halen dat nooit niet meer. Die en ik krijg. Ah, ik doe altijd een klein jumpje met je Viper. Voordat die een origineel een jump er is. En daardoor crash ik. Ja. Nee. Goed geprobeerd toch. Goed geprobeerd. Round 3, fail! Oh, nou komt erop. Ah, kreeg jij 40 te zien? Ah, bij mij komt er maar op 20. Maar als ik dat normaal ben. Dat is niet gratis, hè. Je kunt dat gewoon doen, hè. Ja? Ah, mijn huis staat nu op die andere en ik heb wel 40 punten gekregen. Zo, 5 super wheel spins, hè. Hopla, 255.000 weer al gekregen. En nog een auto. Twee auto's en een rokske. Is voor dat rokske dat we tonen, hè? Kleren, allemaal kleren. Ken ik niet. Hopla, weer al 300.000. Ik zit al terug op het bedrag dat ik ze mee begonnen daar straks. Nog een kleine wheelspin. En een Ferrari gekregen. Nice. Daar doen we het voor. Nog eens goed om een nieuw rallyke te doen, hè? Ja, inderdaad. Ja, ik ben al echt ver weg. Ja. Ja, ja, dit is nog niet gratis. Er moeten alle fast travel boards voor vinden, hè. Goed.
Bellick? Underneath. Oh, we're gonna end the race doen. Mag ik het starten, Simus? Eventje? Ik zou wel een tip geven, pak mij een auto. Als dat gaat. Ah, dan moet ik alles terug wel op een beatable zetten. In normaal 3 events. Ja. Klaar allemaal? Het is maar, hè? En goed gaan stemmen vandaag. Dat is ook op 10 minuten binnen buiten. Begin tijd te worden. Oké, perfect. Ja, dus pak gewoon dezelfde auto als Kik. Dan hebben we allemaal die een James Bond auto. Dus zou ik graag met die ski laten zo op de zijkant. Ja, die auto krijgt zo die ski laten. Allee, come on, hoe lang kan het duren? Nee, nog niet. Echt weer iets mis met die servers, dat kan niet anders. Dat kan echt.
Event failed. Alas, zeg. Allee, nog eens proberen. Even though it's freezing out there, I'm pretty sure you'll have a lot of fun with this seasonal. Just make sure you wrap up warm. Allee. Weer een keer een goede keer. En die voorlichtjes die klappen ook zo van naar voren. Komen ze mitrailletten uit. En van achter hebben dan zo'n rocket launcher. Ja, zo'n. Ik heb er wel een ander kleurken aan gegeven. Ja, omdat ik die graafste ben natuurlijk. Hè. Come on, we kunnen deze. Zie je dat je niet letst ze? We gaan er gewoon voor, oké? Okay? Misschien moet ik dat met de controller doen. Dat is een cross-country event, hè. Wel zien dat we winnen. Ja. Ah, oh, nee, maar die staan niet op een beatball. Mij nog niet. Ja, en dan nog vertragen en remmen zodanig dat al de rest terug voorstikt. Maar we moeten niet per se eerst zijn om te winnen, hè. Ja, voilà. We zijn al aan het winnen eigenlijk. Oh, we zijn al gewonnen. We blijven gelijk dat we nu staan en winnen. Ik ben net met de controller bezig, hè, dus probeer het me op baat te houden. Hè. Oh my, er is terug een rode tussen gekomen. Oh ja, maar de computer is teruggekomen. Ja, dat is Yuri. Waar zit die niet eens? Denk ik u niet zo? We zijn wel. We zijn wel hard om te doen. We kunnen die race wel herstarten op unbeatable, hè. Want anders krijgen we geen superwheel spin service. Als we alles hebben gedaan. En we kunnen dat echt wel winnen op unbeatable deze.
Als je wat? Nee. Je krijgt 100 punten per tegenstander dat je hebt ingehaald. Dus omdat al die rode leds stonden... Voilà. Ja. Ah, oh, wij gaan ineens naar de volgende race. Ja, weten we doen deze gewoon. Dan niet op een beatable stuff, fuck. Hier gaan we weer. Ja, maar dat zijn agressievelingen, die computers, ja. Oh, sorry, dat zit ik, hè. Ik dacht eigenlijk dat dat een computer was, ermee dat ik zo ontremmen was. Ah, die vliegen er wel ineens vandoor, amai. Maar daardoor kunnen we er nog wel ander pakken ook. Want we staan eerst eens, hè, met punten. Allee, jongen. Man. Ik ben al gewonnen. Mooi dezelfde beweging aan het doen. Chabang! Hopla, een auto gekregen en nog iets level naar boven. Oh my, die marathon gaan we doen, hè. Hoe ga ik nu niks doen?
Oké, ik moet een grotere aanloop pakken. Deze keer liggen het dan toch aan alle, denk ik. Oh, en dan zing ik te ver gevlogen over dat bord, zich. Op dat strandhuis. Ja, maar er is echt iets met de servers, hè? Dat kan niet anders. Dat kan echt niet. Vanaf waar moet ik beginnen, hè, met mijn aanloop? Ja, nou had ik hem gehad, dan is een keer neffen gesprongen. Yes, ik heb het! Ik heb het nog juist met mijn spiegel geraakt. Jeppa, je ziet er allemaal bij. Nog even wat bordjes halen. Ah, ik zag alles, hè? Ja, maar dan denk ik ondertussen al een uur weg. Maar ik zijn even wat bordjes. Hier staan nog keiveel borden dat ik nog niet heb. Oh, dat is hier. Wil je al nog eens een pauze houden of wat? Oh, ik kan dat derde bord nog eens proberen te pakken. Dat is zo op Stonehenge. Oh. Er is zo één bord en dat staat op zijn zaak aan het rechte moord. Oh, maar juist niet, zeg! Change car. Is hier een pakje voor in de auto, hè? Voor in de sneeuw te rijden.
Amai. Dat moet lukken, dat moet lukken. Een goede oude Audi's, hè. Oud mag je uit. Het is toch naar daar. Kom op, blijven gaan. Daar is hij, Jan. Daar is hem. Come on. Come on. Oh my! Ik heb met mijn koffer die steen van boven gerakt, maar niet dat bord. Vanaf de weg is het goed genoeg. Oh my. Er werd al neffen, zeg. Vanaf de weg is echt goed genoeg. Alla zeg! Ik moet gewoon die chance hebben met de juiste hoek. Ja, ik heb het. Nice. Kan hem. Dood hem. Hier, nou gaan elkaar kloten. Hier, oh sorry. Dat was echt kaart per ongeluk. Een Stonehenge. Als je dat weet, zin. Stonehenge. Het zijn zo stenen in een... In een... Prachtige botjes gekregen. Gewoon prachtig. Zo. Niet speciaal dat je kunt kopen van je Forza punten. Hè? Zeg, drift naar iets. Het is een rallyauto. Terug wat snel uithalen. Oh, ik heb die nou liefst. We nemen even een pauze, we zitten dat hier op Be Right Back. En dan ziet iedereen ons binnen 10 minuten. Oké, tot ziens, mannen.
Druk, hè? Wat gaan we doen? Volg me. Nog eens wat die vreesjes doen voor mensen. Ik wil nog wel eens de Viper was echt als hij. Nog eens een auto tunen. Ik kan dat toch fast travelen er overal. Dat is het gemakkelijke, je beslist die snel van ah, ik ga nog eens een auto tunen, want ik kan daarna toch direct naar dat event dat ik wou doen, direct spawnen. En ik wil al lang die een RS6 van Audi tunen. Wel vet. Nou, die gaan we pakken. Politiekempen, jongen. Politiekempen. Wauw, echt een gravenbak. Auto-upgrade naar een SGN9. Zien wat dat doet. En ik zie hoe dat dan nog te besturen is. Ik kan die op zich wel zelf even aanpassen. Doen. Heb ik al wat 10 minuutjes?
Champion effort. Vehicle select. Audi. RS. This avant. Track for the horizon. Tune standard. Gewicht. Wait, 609, rond 52%, performance index, max torque, dan moet ik stil zien. Dan de breedte van de banden moet ik ingeven. Ah, ik heb er zo'n appje voor. En dat appje dat berekent dat dan voor mij hoe dat ik de auto moet tunen. Dat is niet 100%, maar het verbetert al een pak de baanligging als je zo zelf je auto eens even wilt tunen ofzo. Tuning 5,9. Max toerental. Ik heb 7000 toeren en op 8000 op de rode lijn. Ja, dan kunnen we hem beginnen tunen, hè? Tuning, goed, 1,9. Gearing. Maar die nee, 8 Vitesse zeg. Een Audi RS6. 8 Vitesse. What the fuck? Ja, in ticht ook. In 1,9. Nou, ik kan irritant worden, hè. Anti-roll bars, 21,6.
Brings Haven. What's Haven to? Again. Come on, sis. Airo. Gaan we zo laten. 50 en 100. Ja. Oei. Dat moet ik nog even bijkopen dan. Oké, ik ben klaar. Otto is getuned. Oh, police van de Kimpen en een even Otto. Wil je al die voorzet om doen of niet? 200 meters. Nee, je hebt nog 40 seconden om er te geraken. Ja, ik ga dat doen. Zinner! Denkt u van een auto, jong? Kill points verzamelen hier. Daar gedaan. Je weet dat we dat doen omdat we van u houden. Because of you.
Zullen we dat maar met drie om doen of wat dus? De auto rijdt wel goed, hè? Je Audi. Oh my, ik had 15.000 punten en ik ben gecrashed. Get to the speed zone, oké. Waar is hij? Wacht, ik kan even die dingen afzetten. Die groen laan. Ja, dat is zo'n langere, hè? Hij die nou die vliegt er van door, maat. What the fuck? Wie onder 13? Kom aan, zullen we nu beginnen, maat? Na 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 na. Oh, die is er aan het zoeken. Hoorde jij die klakson? Nee, je hoort die echt. Maar ik hoor die van mij amper, dus dan verwacht ik niet dat ik die van u ga horen.
dat beter is een wat hogere topsnelheid beginnen. Oh ja, na die driftzone. Daar even aanpassen aan een driftauto. En gaan. En die andere was juist aangepast aan een andere auto, zie. We hebben nog 7 minuten om die aan drift te doen, dat komt wel in orde. Oh shit, ik sta al heel de tijd op Be Right Back. Nee, ik heb dat nog altijd niet verzet. Oké, okay, mooi zo, dat filmpje dat moet verwijderd worden van YouTube en de rest. Er was niemand aan het kijken, dus dat boeit echt. Anders had wel iemand. Dat is wel dom. Ah, oké, okay, dat was een driftzone al. Getting car, drift car. Voilà. En dan alle hulpmiddelen afzetten snel. Nice. Ah, niet slecht. Het is 60.000. Dat is goed, dat is goed. We hebben nog 6 minuten. Dan kunnen we die zaal aanheren. Zevenenzeventigduizend. Recalculating route. Oh shit, ik had beter niet op mijn klakson geduwd. Oh my, 70.000 te vuil back in, zeg omdat ik juist net voor die vlag was gereden. Allee, we zitten in een elf, nog 4 minuten en een half te gaan. Komt hier dik in orde. Allee, weer al even die vlag gereden, zeg.
80.000. Nou mag ik die vlag niet missen. Ja. Come on. $67,000, okay. Turn around. Hey, chance, kid. Nee, die zit ook in een Formula Drift auto. Hey, 90.000. Ja. Kan hem en dood hem. Niet meer zoveel nodig of hè? We hebben hem. Oh, bij mij komt er weer 30 op, maar ik had 330 Corsaton points. En nu heb ik er 390. Ja, dat klopt. Nice. Ja, dat komt erop. You got 30 points. Maar als ik in mijn menu dan ga kijken, dan heb ik er wel 60 gekregen. Maar dan maakt het wel een pak gemakkelijker om alles te verdienen. Moet ik al morgen gaan werken of niet? Ik niet. Ha! Dat je bent absoluut nailing. Ah, valasse. Dan gaan we eens een lange stream doen, wat denkt u? Zal dat met uw verlof ook wel eens doen. Change car. We gaan terug met een nieuwe vette backpack. Hè? Heb jij die al gezien, Yuri? Met een nieuwe auto. En dan moet je toch eens zien. Met een vrij uniek spullement. Dat moeten we ook eens doen. Cops and robbers. Twee man in een politieauto en ene dat moet ontsnappen en dan gewoon rammen. Nee, nee, je speelt dat zelf, hè? Je stelt gewoon een waypoint in waar dat een andere moet geraken en dan rijden naar daar als bad guy en de twee anderen zitten dan in politieauto's die het achtervolgen, hè? Je kunt dat toch zwaailichten erop zetten. Je kunt kiezen tussen een rood zwaailicht of een blauw zwaailicht. Jij bent naar mijn waypoint aan het gaan. Daar zit hij. Maar ja, dat is niet normaal. Ja, dat is wel normaal, vrij normaal in de stil, maar... Toch. Hey, maar die is echt vet gemaakt, ze.
En zie, er staan zwaailichten op ze. Oké, we pakken S1. En kan ik iets met een Audi rijden? Nee. Een kat probeert met kei subtiel te bijten. Ja. Alleen maar eens een andere na. Ja, er komt hem. Ja, eigenlijk kan dat gewoon starten, hè. Dit joint toch. Welke auto kreeg je al? Nice. Ah ja, maar goh, je kunt alleen kiezen uit super saloons. Oh, ik vind dat niet erg, ze mannen. Ik vind dat niet erg, ze. Zit in een S1 900, dus... Ik ga niet klagen. Ah, oké. Police race dan. Of weet ik al die stickers niet? Ah, oh, smeerlappen, allemaal die auto. Ja, ja, ja. Dat gaat een lange race zijn ze, man. Jawel, ik had net allemaal die zwaailichten erop staan. Dat was ik gewoon undercover. Kom maar, een police race, jongen. Ah, oh, ik mag echt niet die klaxon gebruiken. Ik heb echt nog veel tijd om alles terug in te halen. Zo. Maar dat is een goeie auto ook, is het deze? Oh my! Ja, checkpoint mist. Het is maar een spel, het is maar een spel. Ik kan toch met de controller verder gaan, want... Ja, nou wordt de uitdaging gewoon van alles terug te pakken met de controller. Ik zie hem, ik zie hem. Oh, mij tegen een boom gereden, zie. Wacht eens even! Wacht eens even op me! Jongens! Oh my shit, weer al tegen een huis gevlogen. Kan dat nou? Zit hier een politieauto, ik moet al een kaart pakken. Die stickers maken mij sneller dan alle. Alle terug tegen een huis!
Ja, gewoon kolen pakken. Is zijn rust teruggevonden. Ja. Ja, en ik ben de rivier ingereden. Ah nee, ik kan er door rijden. Oké. Come on, na inhalen. Ik heb nog 65%. Ik kom maar 22 seconden achter. Als ik na geen fouten meer maak, dan heb ik alle. Nog 17 seconden. Pak kolen. Tien seconden terug. Vijftien seconden. Nee, er is er een gecrashed, precies. Checkpoint gemist, Jan. Hey, weet je, raak nog een auto. Ik denk dat we een nieuwe winnaar hebben van de vloek. We gaan niet meer wegrijden, hè? Ja, ja, we hebben een nieuwe die uit de vloek heeft overgenomen. Ja. Hey, 15 seconden nog altijd op mijn teamies. Want Timmy doet nog eens iets doen. Ja, maar die van 90 graden of wat, die beetje terug, ja. Die moest ik ook traag pakken. Zie het, ik ben in eerste seconde dichterbij, zeg. 13 seconden, nog maar. Ja, wat een chance dat ik te hard heb afgeremd voor die bok. Juist een auto van de tegenricht. Twaalf seconden nog, maar ik ben wel goed om terug te komen anders. Hè. Nog 10 seconden. Niet echt. Nu zo hard in de kont nog pakken. Ik heb niet in geloven. Die zwaailichtjes hier strikt, jongen.
Oh, I guess it's not like a finish. Hey, that was a famous race, yeah. Hey, don't sweat it. Catch your breath, get your head straight, you can run it again. Maar Yuri, wat is er nou allemaal gebeurd? Die jij nog zo hard gecrashed? Ja, reactie. Wil ik al gaan slapen of hè? Ja, maar ga ik al nog een race doen of niet? Eentje om het af te leren? Wat gaan we doen? Nog eens een goede rally, kist, hè? Oh, ik moet wachten tot dat al erbij komt. Ja, ja. Ah, dat kan wel bij mij zijn, dat is Lotto Strata gehoord. Ja, ja, dat is Lotto Strata gehoord. Ben ik vrij zeker van, hoor. Ah, die hoort ook, echt. Toch niet te irritant. Oh, je ziet erbij zitten. Perfect. Ja, jawel. Hoi. Change car. Van plezant houden. We gaan een A800 pakken, goed? Ik wilde wat sneller gaan. Ik kan het laatste race wel met de controller doen. Met deze auto was ik goed in multiplayer, dus. Dan weten we ineens waar we staan met allen, hè. Kijk. Maar als je dus wint, als je nu wint van mij, dan kun je ook winnen in online. Want ik was altijd tweede of eerste, dus...
We zijn met die cross-countries ertussen, dat je zo van race naar race rijdt. Dan was ik wel let. Dan pakte ik echt altijd te veel bomen. Hé, hey, dat is een graaf Audi'tjes, hè. Mogen het altijd cadeau doen. 17 juni verjaardag, oké? Okay? 17 juni. Begint allemaal te sparen, zou ik zeggen. Awesome. Altijd zo'n Johnny Kerkjes, hè. Oh my, dat vlaggetje, dat moest ik nog even zien, want... ik heb het nog. Ik heb het nog. Wel een chance, hè. Zalig. Ja, ik kan dat niet opzetten, want dan krijg ik copyright strikes. Van YouTube. Ik heb mijn eigen muziek op staan, hè. En op de stream ook, dus. Niet dat mensen alleen ons stemmen en... Een risico's pakken. Moeten we kunnen doen. Echt een paar risico's ontpakken. Hey Yuri. Merci. Oh my. Oh my. Dat is gewoon echt niks. En die kwam van ver van achter ze, man. Ik kwam echt van ver. Ja, maar als ik niet was beginnen sliepen na die bocht, dan had ik hem gehad. Even zien, want ik denk dat ik mijn set aan dat drift nog niet heb terug. Oh, voilà. Anders met dat stuk. Zonder stability control en traction kan ik echt niet rijden met dat race. Dat ga echt niet. Yo. Dat was Donek. Wil jij nog meedoen? Oké, Lacey. I have plotted your route to a new street race. Dat was... Nee, maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik heb morgen vrij, ermee dat ik het kan doen, hè. Anders was ik nou ook gewoon maffes, hè. Turn left. Hey, merci Turbo is back. Merci Turbo voor de follow. Hey, we hebben een nieuw familielid. Yo, ciao, Kisiri. Turn around when it's
Thanks for the follow, man. Don't know if you're English or Dutch, so I'll use it both. Okay, let's see. Gonna continue in English, it's not a problem. Unless I know that you're Dutch. Just want to be sure you understand me. Well. Not that hard, but it's good enough. I always think you should win in a racing game, and yes, it should be hard. Yes, your tactics and not just ram into each other. It's hard with this game, but you can try. You can try. Okay, let's go. Come on, Ford. Audi is taking you. Oh, shit. Yeah, that's because I was bragging. Okay, let's go. Back on the road. And I just said it would be easy. Apparently not. Ah, come on. Can't get this anymore. Perfect. I think my car is too low for the pro. Just gonna try it. This is Mission Impossible 2. Yeah, Mission Impossible 3. Perfect. Restart event. Gonna take another car. Another car I want to test out. Quit race, then I'm back at the beginning of it. I can try far better. Is this one? I don't know. Slow. This is you have arrived at your destination. Hey, Tudelik, man. Waar moet ik dat uitleggen? Als je die een Audi koopt, een RS6 Avant is dat, de station wagon. Oh, fuck. Ik heb maar een auto niet. Dan kun je tight skirts aanpassen. Dus dat zijn de zijkantjes onder de deur. Waarschijnlijk weet jij dat maar al te goed, maar bon, ik zeg het toch liever nog eens duidelijk. En dan moet je eigenlijk je camera eens aanpassen als je daar doorgaat. Want de twee opties dat je daar hebt is oftewel een blauw zwaailicht oftewel een rood zwaailicht. Maar omdat je die sideskirt selecteert, gaat je inzoomen op de onderkant. Op de onderkant van je deur en niet op de bovenkant van je dak. Dus je moet eens even je camera aanpassen en dan ga je zien dat dat zwaailicht erop komt. Ik heb dat niet ingehackt of zo.
En je mag alles vragen, of toch bijna alles. Ik zal wel gewoon zien of ik erop reageer of niet. Ik hoop dat het een antwoord biedt op uw vraag, man. Ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Ik denk dat je alleen uw voorkant kunt aanpassen. Uw spoiler en uw sideskirts. En het is dus bij dat derde dat je het moet doen. Hier kan ik dat niet laten zien. Weet je wat? Speciaal voor u. Ik kan toch direct terugkomen. Belg of Nederlander? Kan ik zelf snel iets vragen ondertussen, hè? Klasse. Je gaat gewoon in die tuning. Selecteert Aero en Appearance. Alleen spoiler is zelfs mogelijk, hè? En dan sideskirts. En dat is wat ik bedoel. Dus als je dat nu gaat aanpassen, denk je van ja, maar er verandert toch niks. Maar als je je camera aanpast, dan ga je dus zien dat erop komt. En je kunt rood en blauw selecteren. Cool, man. Cool. Maar vraag me niet waarom dat cool is dat je van Nederland komt. Het is even cool als je van België komt. Ik moet toch iets zeggen? Dus ja, zo doe je dat. In tuning gaan, die spoiler selecteren, dan naar sideskirts gaan, camera een beetje naar boven draaien en dan... Ze hebben dat echt... Ja, ik weet niet waarom dat ze dat zo hebben gedaan, bon. Engels, mannen. Dat is iets raar. Hé, is graag gedaan, man. Is graag gedaan. Super graag gedaan. Hey, als je mij wilt toevoegen op Forza Horizon, dat mag altijd, hè. Als je dan eens wilt joinen in een livestream of zo en meer racen, join gewoon, echt waar. Mag gerust. Hey, thanks for the follow, man. En als je uitroepingsteken gamertag doet, dan kun je met een gamertag in een chat krijgen. Man, ik wil deze race nog doen. Dan hang ik toch ook maar. Uiteindelijk iedereen dat Nederlands praat gaat zelfs toch slapen waarschijnlijk. Oh! Niet vergeten te vertrekken hier. Dat ik die auto wat goed heb getuned. Oh. Ja, perfect man, perfect. Hey, succes op het werk morgen, man. Ik heb een dag vrij morgen, dus ik kan eigenlijk ook wel wat later kassen, maar ik kan er eens van profiteren van er toch niet te laat in te kruipen en goed uit te slapen. Come on. Ja, ja, die auto is snel genoeg. Dat deden met een politieauto natuurlijk. Maar wat zit je er ineens stil te doen? Kom. Op naar de volgende plek. 3, 2, 1 nog inhalen. Ah, voilà, geniet ervan, gast. Echt. Dat kan echt iets deugd doen. Ik moet er ook anders altijd tot om... Het is half zeven moet ik altijd opstaan. En dan om 7:15 moet ik op het werk zijn, dus...
ja. Ik ben er pas mee begonnen, dus voor mij echt nog aanpassen, want ervoor, mijn vorige job was altijd om 10 uur beginnen. Dus naast stond ik altijd in de fil, morgens. Oh, en als je al eens in Antwerpen bent geweest, weet je wel hoe dat de fil hier kan zijn. Dus. Come on! Beetje gaas geven, maar ik kan het niet meer halen. Hoeveel zit er dan in het begin? Oh, ik denk dat ik ook gewoon te muug ben. Nee, nee, dat moet je zeker niet klagen. Nee. Ja man, dat is echt niet te doen. En om eerlijk te zijn, was dat? Oh, de vrijdag, toen ik terug naar huis kwam van Vilvoorde. Sorry dat ik het zeg, maar ik heb zitten roepen en tieren in een auto op een Hollander. Oh, Nederlander, sorry. Hollander mogen dat schijnt niet zeggen. Hebben ze mij eens gezegd dat dat onvriendelijk is. Ja. Je weet wat ik bedoel. Echt, was er een voor mij. En met een Nederlandse nummerplaat. Oh. Dat was niet te doen. Maar de weg afsnijden en zo heel de tijd. En terug rechts invoegen. Oh, wacht. Jij hangt maar een vierde. Net voor mij. Je probleem. Van toch terug naar links beginnen komen. Gast. Ik ben ook al terug gefrustreerd als ik erover bezig ben, zeg. Ça va. Ik probeer altijd wel zo vriendelijk mogelijk te doen, dus. Oh, dan nog iets. Hai. Chanske zei ik tegen die een bocht, zeg, maar dat was toch wel. Ja, inderdaad, volledig akkoord, man. En persoonlijk ook even. Ik heb zelf een motto, een 125cc. En het feit dat ik eigenlijk geen rijbewijs moest gaan halen voor die motto, heeft mij overtuigd om dat toch te doen. Maar wanneer ik hem had, die motto, had ik echt zoiets van. Ik ben zelf principieel tegen. Ik zeg altijd gelijk jij nu. Van, die hebben dat bij de cornflakes gekregen. Dus heb ik zelf toch beslist van, bon, ik kan toch rijlessen pakken voor die motto. Eigenlijk moet het niet, maar ik kan het toch doen. Mijn examen heb ik niet gedaan, want vond ik er wat over gaan, maar toch. Eigenlijk heb ik het nog altijd bij de cornflakes gekregen, maar bon. We've been getting calls. This is a 2011 Bugatti Veyron Supersport. Fastest production car in the world for in juni verjaardag, man. Kan je wat weggeven? Don't worry. We've got time. I'll stall him if I have to. I want to see you. I mean, the client wants to see you take it up into the Highlands. Technical bends and long power straights. Yeah, I think you're going to enjoy this. Boven de 160 blijven. Ah, maar dat race-stuur, man. Ik had er een beetje over. Zo gevoelig. Kijk, ik heb dat zelf wel zo gevoelig gezet, maar als je uit een bocht vliegt en je zit dat niet zo gevoelig, je kunt hem zeker niet onder controle houden. Kom on, kom on, kom on! Beginnen. Ja.
Hey, perfect man. Hey, zien er wel verschijnen. En succes op het werk, man. En gewoon onthouden. Komen snel goede tijden aan. Veel vrijdagen verlof. Jij hebt fijne avond nog, man. En slaap wel. Yeah, so, I saw how much you enjoyed that Ferrari FXXK. A lot of people around the festival did too. We've been getting calls. This is the 2011 Bugatti Veyron Supersport. Fastest production car in the world for 3 full years. Yours for... Don't worry, we've got time. I'll stall them if I have to. I want to see... I mean, the client wants to see... Do you take it up into the Highlands? Technical bends and long power straights. Yeah, I think you're going to enjoy this. Turn around when it is safe to do so. In 400 meters, turn right. Come on. Long sequence of mountain curves now. Damn this. Use your brakes. Keep it fast and tight. And hey, don't forget to have fun. You. Right, time to bring the Veyron back. Hey, come on, bring it back. I'll have something just as good next time. I'm thinking Mercedes. That was okay. I kept all my better and that can you. Komt er door. Nee. Ging echt niet. Ging echt niet. Een troller voor de win, man. Nu gaan we terug naar het stuur. Die auto was gewoon te snel. En er waren te veel sneeuwoppervlakken. En... Ja... Die zijn blijft een arcadespel. Verhaal van vandaag is... We zijn police van de Kempen. Ja, echt waar, police van de Kempen. Echt? JVD. JVD. Ah ja, ik ken u waarschijnlijk, bon. Anders zou je niet weten dat ik Nederlands spreek op YouTube.
Ja, het is echt een politieauto van de camper. Hé, maar van waar ken ik u dan? Want JVD zegt echt niet veel. Ah, de chef, oké. Okay. Echt of wat? Allee, gast, wat heb je gedaan? Ik was aan het denken van JVD, van wat kan dat een afkorting zijn, maar ja, oké. Okay. Het was te voor de hand liggend, ja. Het was te... ging er wat over. En hoe raak ik er? Daar is een doorgang. Oké. Hé, hey, wat is er gebeurd deze weekend dan? Alles oké? Okay? Heel stoem op een betonnen verhoogski. Hey, wauw. Oké, okay, dat is dan misschien wel vrij stoem. Met de, ik heb nog eens... Chef, speciaal voor u. Ik kan proberen. Ik zeg duidelijk dat ik het ga proberen. Ja, altijd man. Dat kan oplopen tot 20 seconden vertraging. Dat is echt normaal. Dat voorkomt dat ik... dat er haperingen zijn op de street. Of. Ik zolang dat er geen vertragingen zijn op de stream zelf. Ah ja, ik bedoel haperingen op de stream zelf. Dan. Oh my, come on. Oké. Yeah. Dat is dus handmatig schakelen. En dat is goed. Oh my, ziek. Oké. Okay. De sneeuw is dat blijkbaar wat moeilijker dan verwacht. Een footcam. Nee, want ik zit hier op mijn sokken, jong. Dat zou echt het stoemste beeld zijn ooit. Oh, je hebt wel zo'n gasten hè, die dat doen. Dan met race-schoenen en dan een webcam daarop. Dat toch niet. In de sneeuw ga ik het echt niet meer een race doen. Ik heb misschien wat driftjes. Jawel, jawel, ik heb wel pedalen. Maar ik zit hier op mijn sokken. Hoe stoem zou het zijn dat er een camera staat op mijn sokken? Bezig, Jorren. Eet het oké, okay. Maar dat spel is gemaakt als arcadespel. En met dat stuur is dat echt juist iets te gevoel, eigenlijk. Hier zou ergens een ding moeten. Nee, want ik kan het, hè. Ik kan het, hè.
Ja, hoort hij, ja, oké. Bon. Hij rijdt nog eens op een betonnen muurtje, hè. Wou je er al mee beginnen lachen of nog niet? Allee, kom op. Wat ik gaan proberen. Ja, zo kan ik het, zo kan ik het. Maar dan er wel het zicht niet natuurlijk. Ja, je wilt ook niet weten hoeveel betonnen murkjes of zijkanten van winkels, gelijk hier, dat ik al heb meegepakt, hè. Wat is er hier na een rond punt? Dan moet ik naar een andere kant draaien of wat? Oh my. Ja, ik heb hem kunnen redden. Ik heb hem kunnen redden. Ik kan hem. En... oh shit. Nee, deze is Edinburgh. Ah ja. Fictieve map. Ja en nee. Ze hebben geprobeerd van Engeland na te maken. Maar ze hebben het ten voordele van een race-spel gemaakt. Hoe moet ik dat verwoorden, man? Misschien als de weg bijvoorbeeld te lang rechtdoor was in Engeland of zo, dan zullen ze onder een S-bocht hebben ingestoken. Maar op zich klopt het wel qua Edinburgh stuk echt heel, heel realistisch aan de. Dat wel. Ja, je kunt van Midden-Engeland. Je kunt eigenlijk van Midden-Engeland tot Edinburgh gaan. Want je hebt bijvoorbeeld ook hier een trein. Wel, daar wil ik naar je zeggen van innen gaan voor u. Invincible. Dat is wel een graaf. Oké, okay, jij moet raden van waar dat die brug komt. Dat is aan het, hè? Dat noemen ze nou eens fun hebben op een streams. Hè? Raden van waar dat die. Ja, kom aan. Van waar is die brug bekend? Man, dat moeten we weten. Ik ben daar juist een trein over gereden. Jeppa! Inderdaad. Dat is de brug van Harry Potter waar ze met die vliegende auto. Want dat is ook de tunnel zelfs, hè, waar ze uitkomen. Ai. Wat een chance. Weer draaien, Jorn. Echt. Red. Hier ga ik niet kunnen afvallen. Zal ik het al zeggen. Als ik hier toch afval, dan ben ik slecht bezig. Wel, als ik me stop, hè, dan zal ik eens zien hoeveel vertrouwing dat er juist op zit. Ik kan niet van een 8 seconden zijn, ze. Op Twitch kun je dat opzoeken.
geavanceerd videostatistieken. Ik heb hier een vertraging van 7,83 seconden. Dat wil zeggen dat als jij iets typt, krijg ik dat, laat ons even afronden, 8 seconden later aan. Nu, ik kan dat niet aanpassen, want dat zorgt ervoor dat... Dat is eigenlijk een buffering. Dus in die 8 seconden kan er even iets mislopen met de verbinding. Kan dat ineens even wegzakken. Maar Golla zult er niks van missen. Of niks van merken van dat even is blijven hangen. Dat is eigenlijk juist een voordeel van... Oké, okay, ja, je moet even met die 8 seconden, eigenlijk 16 seconden in totaal. Want uw bericht is 8 seconden naar mij onderweg. En dan 8 seconden terug naar u. Dus. Yes! Dat moest ik erbij. Oh, maar hier steek ik gewoon. Beste ooit. Beste ooit. Come on. Komt eruit. Ja, nee. Ik zit vast. Nee, dat praat niet vlot. Nee. Maar iedereen... Ja. Iedereen dat naar een livestream kijkt, is dat wel gewoon. Oeh. Waarom is hier niet eens weg? Hier is nog een bordje. Hoe zie je om die race tegen die trein nog? Wel wat geld. Twijfel ik eigenlijk niet aan. Maar gast, geloof mij, het is echt moeilijk om... met dat race nu te rijden. Heel dat spel is gemak voor arcade te rijden. Om zoveel mogelijk te driften en te sliden en te doen. En dan speelde dat met een race stuur dat het eigenlijk super realistisch zou moeten maken. En voelt het te hard. Goed. We gaan het hier eens fixen tegen die trein. Ja, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar toch ben ik al zo wel op mijn tenen getrapt. En hij is niet waar. Ik moet mijn eigen gewoon bewijzen. Dat wil ik doen. Maar ik leer elke dag bij met deze spel te spelen. Zo. En ja, na zink al, tegen dat je deze hoort, zink al even begonnen. En tegen een trein van Harry Potter ontdraaien. Fuck, 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 fuck. Goed gered, goed gered. Kan hem. Doet hem. Oh, mij ook schoon gered. Ik heb die muziek opgezet. Komt van... niet van YouTube. Ik heb die van YouTube gedownload. Maar dat is zo... Die gratis muziek dat ik heb over gesproken. Hè. Waarom is het zo goed afgesteld, de muziek? Dat je dacht dat het in-game was. Over de trein! Ja, inderdaad, royalty free. Danig dat ik er ook geen copy strike
my copystrikes verkrijg. Wat ik wel heb gedaan is een paar van die nummers gekocht dat ik de moeite waard vond. Maar ja, normaal moet je zien, maar dat is zelfs niet met gekochte muziek. Ja, ik vond dat ook wel wat dat erbij paste. Dus wat gamingmuziek. Come on, jong, ik moet je een traan hebben. Naast dan terug eerst, maar hier moet ik afremmen en kan die blijven gaan. Come on, come on! Yes! Oeh! Altijd plezant, een traan verslagen. En andere dingen ook zo. Ah, weet ik, kan er nog zo eentje doen. Metal to the metal! Was wel niet, was wel niet. Maar dat is altijd niet met die racen. Altijd niet. Oké, okay, jij mocht kiezen, man. Terwijl gaan we tegen een hovercraft. Terwijl gaan we tegen motocrossers. Terwijl gaan we tegen een jet. Terwijl gaan we een verhaallijn van Halo naspelen. Jij mocht kiezen. Dus Halo, een jet, motocrossers of een hovercraft. Even wachten tot dat jij... Tegen een jet? Ja, dat is best wel een grave race. Hier jongen, time spent in first place. 2 uur en 40 minuten in totaal. En ga? Oké, met een Aston Martin tegen een jet. Tegen die een jet. Ja, graag dat je altijd zo ziet tegen wat dat je moet racen. Dat is echt... Go on. Pak die. Pak die. Het punt is wel dat dat echt gemaakt is gelijk Top Gear. Dus je een jet moet lusjes maken rond elke bocht. Omdat hij die een bocht niet letterlijk kan pakken. En oh my. Ja. Oké, okay, bon. Niks gedaan. Er zat een kleine hapering in mijn spel en ja, daardoor ben ik gecrashed. Moet ik op de nieuw. Mijn race was gecrashed. Was de connectie met het internet. Allemaal ex. Hoe niet zoveel klappen? Focussen op de baan. Maar zeg, wat is dat met die baan daar? Hé, maar wat is dat? Kan je niet recht houden of niet? Wacht echt wel op Nick. Ik
by difficulty. Ah ja, traction control en stability control. Dat ging dan wel goed met die vorige race. Wel van. Ja, derde keer goede keer, Jan. Maar je probeert dus met een Aston Martin in tech te rijden. Zonder traction control en stability control. Ik denk dat je wel een paar betonblokjes zult meepakken. Ik kan het niet laten, ik kan het echt niet laten. Die wat een verschil ineens. Dat mag niet, dat mag niet, dat mag niet. Blijven gaan. Come on, Parisian jet. My kraske. En die was ook bekend gecrashed. Klein kraske op de jet. Ik denk dat dat wel minder grappig zou zijn dan op deze auto. Altijd graaf, zo die scènes. Altijd graaf. Come on. Come on. By the way, heb je al gestudeerd over die een het Siri voor Macintosh en hoe dat die van Windows noemt? Misschien weet jij dat gewoon van buiten eigenlijk. Noemt Cortana. Ik wist dat eigenlijk totaal niet. Oh shit, ik had niks mogen zeggen. Dat is als afstraffing. Ja, dat is als afstraffing. Vlak voor de finish, zegt hem. Oh nee, come on, deze kunnen niet menen. Ja, die wint. Maar dat is echt wel smerig. Cortana. Oh, maar jongen, ik begin echt de muur te worden voor deze. Maar ik zit nog eerst. Wat voor bullshit. Ah, tweede. Oké. Zou ze denken. Sorry, gewoon kijk. Ik krijg er nog altijd 20 euro over. Vallen. Dat is goed geprobeerd, ja. Van de koek. Oh, het was weer een topavondje, topstream. Twee nieuwe followers. Altijd plezant. Oh, ik kon ook maar van mij, ik kon ermee stoppen, dus altijd plezant om iedereen over de vloer te hebben, dus tof dat je zich gepasseerd, man. Echt waar, merciekjes. En een goede slop wel. Kijkjes. Ja, okay.